liedje is nu een maand uit. Die is meer dan 4 miljoen keer gestreamd. Je hoort hem in elk land, elke vakantie hoor je allerlei mensen meezingen. Ik heb eergisteren mocht ik een optreden doen voor 750 man. Dan staan ze mee te zingen. Hoe voel ik me? Ja, een beetje in een droom allemaal. Ik kan het allemaal niet zo goed bevatten nog. En toen zei ik ook van, ik denk dat ik dat nooit meer ga meemaken. Dat zei ik toen ook bij jullie nog. En precies een jaar later gebeurt het weer. Ja, en nog natuurlijk met een liedje die je zelf geschreven hebt. Ergens op een schrijverskamp met een aantal rappers. Ja, wat gewoon een briljant verhaal is. Ik wil je kussen tussen visten. Het vuur is niet te blussen. Adelagen, dode mussen. Aan de wodka als de Russen. Ik heb al mijn zwemdiploma's. Ik hoorde een liedje en de ijskast staat open. En dat was de enigste fles Bacardi die ik nog zag staan in die avond. Dus ik zing opeens. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Mijn manager die komt aanlopen. Die zegt, een echte tijger is niet te temmen. Ja, toen hadden we eigenlijk al een deel van het refrein. Klaar! Ja, de mensen zijn er weer aan toe, feestjes. Mensen wachten gewoon op een goed, leuk liedje waar je lekker op gaat. En dat is gelukkig dit liedje geworden. Ik kreeg eergisteren ook te horen dat ik in de top 200 van Spotify op nummer 1 mag staan. Boven Justin Bieber, boven Dua Lipa en boven David Guetta en dat soort dingen. Dus waarvoor zou het niet in de top 40 lukken? Dan komt er wel weer een tatertje bij, denk ik. Ja, op mijn bovenlichaam is weinig plek over. We hebben hier André Hazes. Nou ja, we hebben Elvis hebben getatoeëerd. Maar waar dan? Hier ergens achter heb ik nog wel plekje. Dan zullen we dat zeker doen.